Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 6 april. En het is nog echt super vroeg. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Oké, het is dus 6 april. Het is nog niet eens 8 uur. Alleen, ik ga zo meteen weer de 10 kilometer doen. Trots op mezelf. Als je de weekvlog van vorige week hebt gezien, dan heb ik dat ook al een paar keer gedaan. Dus ik heb me klaargemaakt en mijn auto wordt nu weggebracht, want die moet gemaakt worden. En ik ga over, denk ik, 10 minuutjes ongeveer weg. Dus ik moet even me nog omkleden. En dan heb ik vandaag gewoon weer van 10 tot 3 bijles. En ja, dat eigenlijk. Ik ga deze week niet hele bijzondere dingen doen. Maar ik hoop toch dat jullie weer een leuke vlog gaan vinden. En ik moet denk ik ook nog even een andere video opnemen. Dat is ook wel leuk. Oké, nou de 10 kilometer zit er weer op en ik heb even havermout gemaakt. En over een kwartier moet ik bijles geven, dus daar ga ik nu even op wachten. En dan zien jullie mij na bijles geven weer. Of misschien zal ik iets filmen, ik moet eventjes kijken. Oké, ik ben weer klaar met de hele dag bijles geven. En ik moet nu nog mijn vlog online zetten, want dat was ik dus vergeten. En het is inmiddels al 4:30. Dus dat is wel een beetje stom, maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik ben dus even op TikTok aan het kijken. Vreselijk dat ik dit zeg, maar ja. En ja, ik ben gewoon aan het kijken naar die filmpjes en zo. In ieder geval, ik ga straks lekker eten. En ik ga denk ik straks even ook online iets bestellen, want daar heb ik heel erg veel zin in. En ik ga nu even kijken naar filmpjes. Oké, het is vandaag dinsdag. Is het dinsdag? Ja, toch? En ik heb vanochtend net al ontbeten en ik heb haar gewassen. En jullie hebben dat kunnen zien dat ik ontbijt had gemaakt. Ik heb me nu omgekleed en ik ga weer bijles geven. Dat doe ik altijd bij mijn moeder thuis. Ik heb nog niks aan mijn haar gedaan, maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb een shirt aan van Ralph Lauren en een spijkerbroek van Naked. En ik moet nu echt opschieten. En ja, mijn auto is bij de maker. Dus ik heb een vervangende auto. Ik zal hem zo meteen wel eventjes laten zien. In ieder geval, ik ga nu mijn schoenen aandoen en dan ga ik weg. Oké, nou, welke auto ik namelijk heb, is gewoon mijn eigen auto, maar dan het zwart. En hij rijdt echt veel beter. Ik weet niet hoe dat kan, aangezien het dezelfde auto is. Oké, de eerste ronde bijles is weer klaar. Ik heb even een vest aangenomen, want ik had het echt heel erg koud. Dus ik ga nu naar beneden, ga ik even een broodje maken, want het is alweer 12 uur geweest. En dan ga ik weer verder met de kleuters. Zin in. In ieder geval, ja. Wat ik moet doen is, ik moet nog even kijken wat ik vanmiddag ga geven aan de kleuters. Voor soort lessen. Waarom heb ik het zo koud als het buiten heel warm is? En ik ging dus net, weer verder met die TikToks kijken. Ik kan het echt gewoon niet stoppen. Het is echt heel erg. En dan vanmiddag misschien even wandelen of zo. Morgen in ieder geval weer 10 kilometer doen. Maar ik ga nu even een broodje maken. Oké. Ik heb vlogs gekeken en ik heb boodschappen gedaan. Dat heb ik even laten zien volgens mij. Had ik dat gefilmd? Volgens mij wel. In ieder geval, ik ga zo avond eten. En ik moet echt mijn kamer gaan opruimen.
Maar ik heb er gewoon geen zin in. Het komt echt omdat ik elke dag gewoon wel iets te doen heb. En ik ga ook even iets anders aan doen, want dit zit echt niet lekker. En dan ga ik vanavond mijn kamer helemaal opruimen. En ik ga vanavond ook even FaceTime met Eva. Oké, ik heb gegeten en ik ben mijn kamer aan het opruimen. En ik zit zo lang te twijfelen om deze foto's allemaal van de muur af te halen. Want ik vind het gewoon echt veel en veel te druk in mijn kamer. En dat komt vooral denk ik door die foto's. Maar ja, wat ga ik er anders hangen? Dus ik zit echt een beetje van, ja, wat moet ik hiermee? Maar het is zo druk in mijn kamer door die foto's. Oké, het is inmiddels al een tijdje later en ik heb mijn kamer geprobeerd een deel op te ruimen. Want ik ga morgen ook aan school zitten voor het eerst. Dus dan wil ik ook wel dat het een beetje opgeruimd is. Ik ga even laten zien wat ik heb gedaan. En ik kan heel slecht tegen stof, dus waarschijnlijk ziet mijn hoofd er echt heel rood uit. Nou, in ieder geval als je binnenkomt, heb je nu dit. Mijn wasmand staat daar. Dan heb ik deze kast helemaal opgeruimd. En ik heb het ook helemaal netjes ingedeeld. Nou ja, een soort van netjes. Er zit een soort van overzicht in. Ja, allemaal bikinis en zo, die puilen er echt uit. En mijn haardingen. En dit zijn allemaal uitgaansstopjes, bla bla. Nou, heb ik dit ook gewoon even allemaal schoongemaakt. Dan heb ik dit kastje. Heb ik ook echt helemaal uitgezocht. En dit zijn gewoon producten die ik echt heel veel gebruik. Dus die laat ik erop staan. Dan heb ik gewoon al mijn laadjes heb ik uitgezocht. Dan de grootste verandering. Ik heb al mijn foto's weggehaald. Want ik werd er zo gek van. Het was zo druk en zoveel. Dus ik ga er gewoon eventjes snel doorheen. Ik laat even zien. Nou, hier is mijn spiegeltje. Oh, hier is nog zo'n to-do-lijstje. En ik leg dit erbij omdat ik daar dan mijn telefoon in zet. En dan kan ik het nieuws kijken altijd in de ochtend. Hier zit mijn make-up in. Mijn kwasten. Daar zitten tampons in. Sieraden. Daar zitten al mijn reinigingsproducten, bla bla. Gewoon dingen die ik dagelijks gebruik. Alleen mijn ouders zijn natuurlijk gescheiden, dus daarom hou ik het in die toilettassen. Want ik moet het heel vaak weer meenemen. Dit en hierin zitten sieraden allemaal. Van de Rituals, dat is zo'n geurding. En dit is heel erg handig, zo'n hele handige tip. Nou, een batterij voor mijn camera's om te opladen, want ik heb twee batterijen. Omdat mijn andere camera een stuk is, mijn tandenborstel. Even kijken. Dan heb ik mijn bed even opgemaakt. Dit kastje even opgeruimd. Er moeten alleen nog even een aansteker voor kaarsjes. Niet omdat ik rook. Dan heb ik dit ook eindelijk een beetje rustiger gemaakt. Want daar word ik ook helemaal gek van. Hier liggen allemaal kleedjes voor op bed. Bla bla. En mijn laptophoes. Dit wil ik wel nog weghalen. Mijn tv. Dit is een soort voor als je het warm hebt of koud. Ja, dit. En dan voor de rest is dit een beetje opgeruimd. Alleen ik moet mijn kleding gewoon echt nog gaan uitzoeken. Daaronder staan mijn schoenen. En daar staan al mijn tassen in een soort van mand. En mijn kast is op zich opgeruimd. Maar oh ja, hier hangen mijn tasjes. Een soort van opgeruimd. Alleen die zomerdingen echt niet. En wat er op de kast staat al helemaal niet. Maar er zit wel een soort van structuur in. Dus ja. Ik ben blij dat het een beetje is opgeruimd, want ik werd helemaal gek. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is 9:15. Ik ga over een kwartiertje ga ik weer 10 kilometer doen. Dus ik heb me opgemaakt, ik heb me aangekleed, ik heb een zwarte trui aan. En een groene sportlegging van Chiquelle. En ik moet eigenlijk nog even iets eten. En ik ben zo blij dat ik mijn kamer heb opgeruimd en dat dit leeg is. Het geeft zoveel meer rust in mijn kamer, dat is echt niet normaal. In ieder geval, ja, ik heb mijn make-up ook al gedaan, of zei ik dat net. Ik ga even ontbijt maken en als ik terug ben ga ik ook even smoothies maken, want ik had gisteren natuurlijk weer fruit en zo gekocht. En ik moet nog even kijken wat ik ga ontbijten, want ik heb niet meer heel veel tijd, dus ik moet even opschieten. Dit is mijn outfit en daaronder heb ik deze slippers. Wauw. Ik heb weer havermout gemaakt. En gisteren had ik het laten zien dat ik een banaan in deed. Maar dat was echt heel vies. Dat deed ik voor de eerste keer. Dus ik eet het alleen met appel erin en kaneel. En ik ga het nu even opeten.
Oké, we gingen een nieuwe route doen. Dus het is iets minder dan de vorige keer, want we kwamen gewoon niet goed uit. In ieder geval, ik ben helemaal kapot. Het is al echt heel warm. En ik had een trui aan. Want ik heb het meestal altijd heel koud. Dus ik ga me nu even omkleden. Dan ga ik een smoothie maken. En dan ga ik aan school zitten. En dan ga ik even kijken wat er allemaal moet gebeuren. En volgens mij is dat precies bijna niks. Maar ja, we gaan het maar even op een rijtje zetten. Ik heb net even lekker een smoothie gemaakt. Oh ja, hij is wel lekker. En heel even aan school gezeten. Ik heb het echt heel koud. En ik ga even YouTube video's kijken. En dan ga ik daarna, ga ik denk ik een beginnetje maken aan school. Dus ik ga nu verder in ieder geval even YouTube video kijken en dit opdrinken. Wat ik toch nog even wilde zeggen, want ik ben dus echt een voorbeeld van iemand die heel erg lastig vindt om zelf aan school te gaan. Om een soort van te denken van, nou, nu moet ik echt aan de slag. En ik heb dus echt 3-4 weken niks uitgevoerd. Wat ik heb gedaan is gewoon een lijst gemaakt met van alles wat er moet gedaan worden. Dan ben je wel even een uurtje bezig, maar dan heb je ook alles even op een rijtje. En dit is gewoon tot juli, dus dan daar heb je ook zeker wat aan. Dan heb ik nog een andere hele handige tip. In dit ding zitten dus al mijn samenvattingen van gewoon letterlijk het hele jaar. En ik bewaar dit gewoon voor de zekerheid, want nu heb ik het dus ook gewoon weer nodig. En dit is van dit jaar, dus van vorig jaar bedoel ik. En ik heb dus altijd een krat en daar doe ik al mijn boeken in. Dit is ook heel erg handig voor mensen waarvan de ouders zijn gescheiden. Want dan hoef je dus alleen die krat mee te nemen en hoef je niet met de rest te sjouwen. Ik moet nu werken, dus ik ga me even omkleden. En ik heb het altijd zo koud met werk. Dus ik ga even warme kleding eronder doen. Ook al is het buiten echt heel warm. Vanavond op 1,5 meter afstand even Temptation Island kijken met C en IJs. Dus ik ga me nu omkleden voor werk. En dan zien jullie mij na werk weer. Dus dat. En ik ga even mijn camera in de oplader leggen. Goed idee. Het is vandaag donderdag en ik heb me net klaargemaakt. Ik heb me omgekleed, ik heb me opgemaakt. Mijn ketting zit nog niet helemaal goed, want hij is veel te lang. Maar dat komt omdat ik het echt niet aankrijg met mijn nagels. Dus dat ga ik zo meteen even aan mijn moeder vragen. Ik heb weer dit leuke blouseje van Naked aan, super blij mee. En ik ga vandaag weer bijles geven, zoals bijna elke dag. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb even bijna geen gezichtsmake-up opgedaan. Want mijn gezicht moet echt wat bruiner worden. Maar ja, in ieder geval, daaronder heb ik een spijkerbroek. En het was gisteren echt super gezellig met Ive en met C. En ik vind dit seizoen van Temptation echt heel heftig. Ik vind het echt heel heftig. Ik zit soms echt, kijk, het is natuurlijk leuk om te kijken. Maar ik zit soms als ik erover nadenk, denk ik echt, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Het is echt niet normaal. Voor de rest heb ik ook een smoothie al gegeten, gedronken. Ik ga mijn schoenen aandoen en dan ga ik naar mijn moeder toe. Oké, ik ben dus nu bij mijn moeder thuis. En wij hebben van die vogelhuisjes in de tuin. Alleen er zijn dus 2 vogeltjes en die kunnen er dus niet in. Ik zal het even laten zien. Het is echt heel gek. Oké,
Oké, ik heb bijles gegeven. Ik wilde net ook even in de auto filmen, maar dat lukte echt totaal niet. In ieder geval, het is echt super lekker weer. En ik ga weer even 10 kilometer. En ik ga skileren. En toen ik bijles aan het geven was, kwam er ook nog een pakketje. En ik heb hier dus vorige week heb ik hier ook die wenkbrauwdingen besteld. Alleen ik heb nu dus dingen voor mijn haar besteld. Ik heb besteld bij de haarshop. Ik heb namelijk Olaplex nummer 3 besteld. En ik zag dit volgens mij de vorige week vlog van Rosa en ook een keer bij Fleur. En toen dacht ik, nou ik ga dit even proberen. Omdat mijn haar echt best wel dood is. En dit was, hoe duur was dit? 25 euro of zo. Voor wel een klein flesje, maar ja. En toen dacht ik, ik bestel ook even zilver shampoo. Mijn haar is ook best wel geel. Dus ik ga dit vanavond even proberen. En ik ben echt zo iemand. Oh, er zitten allemaal inktvlekken op. Ik ben echt zo iemand die heel makkelijk overgehaald wordt. Dus als ik iets zie in een vlog, dan denk ik, oh, ik wil dit ook hebben. Dus dan ga ik het ook kopen. Ik ga nu even een sportlegging aandoen. En dan ga ik dit vanavond proberen in ieder geval. En een hemdje aandoen, want het is echt super heet. En zeker met skileren wordt dat echt heel benauwd. Dus dat ga ik even doen. Oh, met je telefoon? Ja, gewoon even. Oh, ik wist niet dat je dat van. Oh, jeetje, ik zie er echt niet uit. Nou, vanaf de achterkant dan. Oké, Den en ik hebben geskiederd. 10 kilometer bijna. En we zijn echt kapot, want het is veel te... Oh, mijn telefoon viel. Maar het is echt veel te warm. Het is echt niet normaal. Dus we gaan nu naar huis. Even wat eten. Maar het ging wel goed, hè? Ja, dat wel. Beter. Echt leuk. Ik ben klaar met skiederen. En ik ben echt helemaal kapot. Het was veel te warm. Het was wel heel gezellig. Alleen ik ga even die Olaplex proberen. Dus ik moet eerst even mijn haar wassen met shampoo. Dan breng ik dit op handdoek droog haar aan. Dus ik ga nu even mijn haar onder de kraan houden. En het even wassen met shampoo. En dan zien jullie mij zo terug. En dan laat ik zien dat ik het erin doe. Okay, ik heb gewoon even snel gedoucht. En je hoeft alleen je haar te wassen met shampoo. Dus dat heb ik gedaan. En nu moet je het op handdoek droog haar. Moet je het... aanbrengen. Gewoon gelijkmatig. Nou, dus laten we dat maar even gaan doen. Ik hoop dat ik het goed doe. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik doe de bovenkant heel even vast. Dan doe ik eerst de onderkant en daarna doe ik de bovenkant. Zodat het een klein beetje verdeeld is. En dan laat ik het heel lang intrekken. Een paar uurtjes denk ik. En dan was ik het vanavond eruit. Ik denk dat dat het beste is. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is vandaag Goede Vrijdag, dus eigenlijk is iedereen vrij. Alleen ik ga nog heel even 2 uurtjes bijles geven en daarna ben ik klaar. Dus ik ben om 12 uur klaar van 10 tot 12. Ik heb net mijn make-up gedaan, ik heb me omgekleed en ik heb deze superleuke blouse aan van Naked. En ik ga nu even mijn haar stylen, want ik had gisteren ging ik met een beetje vochtig haar slapen. En ik had natuurlijk die Olaplex had ik geprobeerd. Ik durf er na de eerste keer nog niet iets over te zeggen, maar het voelt wel gewoon prima. En het is ook zacht. Dus dit ga ik gewoon meer proberen en dan kijken of het werkt. In ieder geval, ik wil dus ook zo meteen misschien een video gaan opnemen. Want ik had afgesproken dat ik elke maandag en vrijdag een video zou doen. Alleen het is nu vrijdag, dus dan zou ik hem wel gelijk moeten bewerken. Maar dat vind ik op zich niet heel erg. En dat ik hem dan gelijk online zet. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Alleen ik vind het gewoon zo moeilijk om iets te bedenken. Dus leuke ideetjes zijn altijd welkom. Ik ga even mijn haar stylen en dan zien jullie mij zo. Oké, ik ga nu naar mijn moeder om haar bijles te geven. Dit is de outfit. Deze leuke blouse van Naked. Deze grijs-zwarte broek. En dan voor het eerst in 100 jaar weer mijn Superga's. Ik zag dat Ives aan had. Toen dacht ik, oh, dat is wel een goed idee. Ik wil hier eigenlijk ook nog een riem bij doen. Alleen ik weet niet zo goed welke, dus ik laat het gewoon eventjes hierbij. En dan ga ik nu. Oké, ik zit in de auto. En ik moet deze auto nog langer hebben.
wel mijn eigen auto nog niet gemaakt. Ik weet niet eens of ik dat had verteld, maar ik heb dus nu een andere auto. En ik dacht, het is wel weer leuk om even een liedje te laten horen. Dus, dat gaan we doen. Ik heb het echt koud. Overdag wordt het echt zo warm. Alleen in de ochtend is het best wel koud. En dat vergeet ik elke keer. Dus ik liep echt buiten en ik dacht echt nee. Even kijken. Waarom gaat hij niet verbinden? Hoe heet het? Ik heb dus een eigen Spotify-lijst waar het liedjes in zit. Ik heb meerdere lijsten. Ik heb één lijst met alleen maar Nederlandse rapmuziek. Allemaal dat soort dingen. En één lijst met allemaal Engelse muziek. Ook met oude muziek. Die heet allebei Janette. En dan met een smiley erachter. En dan heb ik ook één lijst met liedjes die ik nu een beetje de laatste tijd luister. En dat is alles een beetje door elkaar. En die heet Jan. Ik zal gewoon één keer shuffle doen. Kijken wat er komt. Deze lijst had echt heel veel verschillende muziek. Het is echt niet normaal. Even kijken. Oh ja, ik zal zeggen wat ik vind van het nieuwe album van Leeuw Kleine. Ik vind Jong van de Straat vind ik gewoon leuk. Ik vind deze heel leuk. Die vind ik heel erg leuk. Van Ronnie Flex en van Leeuw Kleine. Ik kan het niet te lang laten horen, anders krijg ik zo'n copyright claim. Dan vind ik Ondersteboven vind ik leuk van het album van Leeuw Kleine. Ogen vind ik wel leuk volgens mij. Ja, die is met Frenna. Die vind ik ook heel erg leuk. Voor de rest doe ik wel even een shuffle in mijn lijst. Dat is ook wel grappig. Kijken welke er komt. Oh ja, deze is ook leuk. Oké, en nu ga ik even muziek luisteren en naar mijn moeder toe rijden. En dan zien jullie mij zo. Oké, ik ben terug van bijles geven. Ik heb even andere oorbellen ingedaan en ik ga nu een video opnemen. En ik wist echt helemaal niks, dus ik ga nu McDonald's mukbang opnemen in mijn eentje. Goed idee, maar ik vind het gewoon jammer als er geen video online komt. Dus... En ik heb echt heel veel zin in Mac, dus ik dacht ik ga dat gewoon doen. Dus ik heb net mijn batterij gewisseld. Oh, ik vind mijn make-up echt niet mooi, maar ja. Een nieuwe oorbellen ingedaan en dan ga ik nu lekker Mac-ie halen. Ik heb dus net de video opgenomen. McDonald's mukbang, die staat als het goed is online. Heel erg leuk. Hoop ik dat jullie hem ook leuk vinden. In ieder geval, ik heb een pakketje van, ik denk van AliExpress binnengekregen. Oeps. Mijn camera is helemaal warm omdat hij net in de zon heeft gestaan. Oh, ik weet al wat dit is. Nou, dit heeft geen nut meer. Ik had een beschermlaagje besteld voor mijn Apple Watch. Maar die was na... mijn Apple Watch was na 3 weken kapot gegaan. Dus ja, die kan ik niet meer gebruiken. Ik ga nu snel die video editen en dan hem online zetten. Ik ga dat even buiten doen. Dan kan ik lekker in de zon zitten. Dus dat is heel erg fijn. Dus dat ga ik doen. Ik ga even iets anders aandoen. Iets wat dat ik ook nog een beetje bruin word. Oh, ik heb echt helemaal een rood hoofd. Ik heb vandaag in de zon gelegen zonder me in te smeren. En dan ging ik jou uitlachen over verbranden. Oké, wij gaan nu skileren. Zin in. Ik ben weer veel te warm aangekleed zoals altijd. Maar ik kan nu wel mijn vest uitdoen. Normaal kon ik dat niet. Eeuw, ik heb echt 3 verschillende kleuren zwart aan. Oké, het is vandaag zaterdag en ik moest vanochtend echt mega, mega vroeg werken. Dat was niet normaal. En het is inmiddels al echt helemaal eind van de dag. Ik heb net mijn nagels eraf gehaald. Het is echt spuuglelijk. En het deed ook best wel veel pijn, omdat ik het niet op de goede manier heb gedaan. Heel gevaarlijk, dat weet ik.
En ik ga nu eventjes, ik heb me omgekleed. Ik dacht dat het een witte trui is, maar volgens mij is hij een beetje geel. Spijkerbroek aan, mijn schoenen. En dan ga ik even naar Sligo, want we gaan vanavond... Oh, maar gaan we vanavond dat eten? Nee, morgen pas. Ja. Alleen volgens mij is mijn trui een beetje... Het is niet echt wit. Kom. Oké. Is vandaag zondag en ik heb lekker een paas ontbijt lunch achtig gehad. Dat heb ik ook gefilmd. Oh. Ik heb me nu even klaargemaakt en ik moet over een kwartier werken. Dus ja, dat is een beetje stom. Ik heb ook in mijn ogen geprikt met mijn mascara. Dus mijn ogen is echt helemaal rood. Maar ja, in ieder geval... Ik denk dat ik niet meer zoveel ga filmen. Ik moest dit weekend weer heel veel werken. Zoals elk weekend. Dus ja. Ik ga in ieder geval nu me omkleden. En dan richting werk. Oké, ik ben terug van werk. En het ging super goed. En ik ga nu lekker eten. Dus ik dacht het is nog wel even leuk. Om te filmen wat we allemaal gaan eten. En dan daarna is dan ook gewoon de vlog afgesloten. Dus ik ga nu gelijk naar beneden. Want het is al bijna 7:30. En dan... lekker wat eten, ik heb echt trek.